U schrok van mij. Ja, echt waar. Schrok ook van u. Ja, dank u. Wil je een pompoen weer of Halloween? Ja, toch? Oké. Okay. Ik had zo graag een pompoen gehad. Wat moet u met de pompoen? Om aan je moeder te geven. Hé, hey, rustig aan, hè. Volgende week woensdag is het weer Halloween en nu zie ik hier heel veel mensen die geen masker nodig hebben, maar ik zet er wel vast eentje op. In een kort Halloween quiz van 4 vragen testen we de griezelkennis van de Nijmegenaren. En als je alle 4 de vragen goed hebt, dan win je deze mooie pompoen. Kak. Wat was de bedoeling? Vallen. Wat is dat? We gaan beginnen. Nee. Oké, leg ook even uit wat het moet zijn. Ja. Dit is spaghetti. Spinnenweb. Maar hij doet het niet meer. Hij doet het niet. Ja, dat kan je niet uitzetten. Welkom bij de Halloween quiz. Jullie kunnen iets winnen met deze vragen. Wat kunnen we winnen? Een pompoen. Ik hoef geen pompoen. Wat moet ik met de pompoen? Gewoon aan je moeder te geven. Hé, hey, rustig aan. Niet of mijn moeder beginnen. Sorry, wij moeten een beetje opschieten, dus. En als je nou geld kon winnen? Ja, dan zou ik het doen, maar... Nu heb je haast. Ja, nu heb ik haast. Oké. Okay. Doei. Doei. Hallo. Hey. Lekker aan het shoppen? Ja, we moeten even wachten. Op wie? Op mijn moeder. Hé, hey, rustig aan, hè. Ik ben je moeder stiekem. Oh, echt? Ja. Oh. Wil je een pompoen winnen voor Halloween? Ja, toch? Sorry? Een pompoen winnen voor Halloween? Doe maar. Wat kunnen we daarmee winnen? Een pompoen. Een pompoen, zo. Ja. Een pompoen? Ja. Oh, lekker. Voor Halloween. Oké, doe je mee? Nou, vooruit. Oké. Uit welk jaar is de originele film Halloween? Ken je die film? Nee, die ken ik niet. Dan gaan we gokken. Is dat A, 1968? Is dat B, 1978? Of C, 1988? Ik gok... Wat zeg jij? Ja, zeg jij maar. B. Dat klopt, die is goed. Ja, die is goed. Oh, u schrok van mij. Ja, echt waar. Ik schrok ook van u. Ja, dank u. A? Dat is niet goed. Jammer. B. Ja, dat is goed. Nee, dat is goed. Oké, okay, vraag 1 is goed. Oké, okay, wat is de geboorteplaats van Stephen King, die van It? Is dat A, Portland, B, Seattle of C, Spokane? Die mag jij raden. Nee, doe jij maar. Nee. Ik weet echt niet. Niet C in ieder geval. Nee, het is... Die klopt ook. Is ook goed. B. Gaat niet goed. Nee. Nee, is niet goed. Nee. C. Nee. Doei. Doei. Seattle. Nee, nee, nee. Dat is ook niet goed. Geen idee. Ook geen half pompoen. Dat is niet goed. Nou, hij is jammer. Misschien kunnen we die baby laten schrikken. Nee, Miguel. Nee. Boe. Nee, Miguel. Ga je niet doen. Vraag 3. In welke film wordt het nummer People Are Strange van The Doors gebruikt? A. It. B. Saw. Of C. Deliver Us From Hell. Doe maar B. Dat is ook niet goed. Ja, het was Deliver Us From Hell. B? Dat zijn al 3 fout antwoorden. Deliver Us From Hell. Ja, niet? Dat is wel goed. Dat is wel goed. Ja, ze moeten zeggen. Ik had ze allemaal moeten zeggen. Ja, die mag jij zeggen. Nee, ik zou het echt niet weten. Gok gewoon. Gok. Nee, want ik gok sowieso fout, zeg jij maar. Nou, het is niet A, volgens mij. Hebben jullie de film gezien? Nee. Nee. Maar ik heb wel, dus ik doe gewoon C. Die is ook goed. Ja, die is ook goed. Nou, en de laatste dan. Hoeveel Nederlandse horrorfilms zijn er in totaal gemaakt? Is dat A, 27, B, 37 of C, 47? Nu doen we A. Die is wel goed. Nou, die is wel goed. Maar 1 goed. Je hebt in ieder geval 1 goed, alleen dan win je geen pompoen mee. 27. Dat klopt. Yes. Ja, die klopt wel. We hebben toch een half pompoen. Ja, toch wel een half pompoen. Het was 27. Oké. Okay. Ik had zo graag een pompoen gehad. Er worden iets meer horrorfilms maken dan. Ik gok A. Laatste vraag. Is dat goed? Wat denk jij? Ja, ik weet niet.
Dat is goed. Jullie winnen de pompoen. Alsjeblieft. Dankjewel. Jullie hebben alle vragen goed. Doe de groetjes aan je moeder. Hé, hey, rustig aan. Hè. Ja, doei. Dat zou ik doen. En veel plezier met Halloween. Ja, hetzelfde. Doeg. Vond je deze video nou heel eng? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer jezelf op het kanaal. En volg ons via Instagram, Facebook en Twitter via WZHV18.